Het is echt prachtig weer, maar de donkere wolken hangen boven onze studenten. We krijgen langstudeerboetes, we krijgen misschien wel een sociaal leenstelsel. Ik weet er niet alles vanaf, maar één ding weet ik wel, is dat wij zo snel mogelijk klaar moeten zijn met onze studie. En dan zie ik hier die mensen op het gras liggen en dan denk ik, kom met die luie reet van het gras af. Gadverdamme, ga eens aan het werk, man. Hè? Dat vind je toch ook niet leuk, zo'n langstudeerboete, of wel dan? Jongen. Nou, even kijken wat ze aan het doen zijn. Weet je wat jullie eigenlijk aan het doen zijn hier? Chillen. Chillen? Ja. Je studie vergooien. Ja, ik vind dat gewoon luie mensen. Ja, goh man, kom eens van je luie reet af en ga eens wat doen. Ja, voor jou. Wil jij er nog wat tegen ze zeggen? Van hey, kom eens even met die luie reet gewoon van de grond af. Jawel, zeg nee, maar. Nee. Ik leg jouw woorden in de mond. Nee, wat zei je nou? Kom met je luie reet van de vloer af en ga eens wat doen. Zei je dat nou? Nee, dat zei ik niet. Oh, nou. Dat vind ik echt niet kunnen. Wat kunnen we eraan doen om die langstudeerboete te ontwijken? Misschien toch te gaan protesteren. En dan was hier laatst een protest volgens mij. En die man zei van... toen hebben we met z'n allen het spoor plat gelegd. En ik denk dat dat wel indruk maakt. Man, moet je eens goed luisteren. We kunnen met 100.000 mannen gaan staan, maar ze doen er echt helemaal niks aan, man. Dat weet je toch zelf ook wel? Het heeft toch helemaal geen nut? Nou, dat weet ik niet. Je hebt het al geprobeerd dan. Ja, joh. Ja? Meerdere malen. Ja, ik zei, daar hebben we Stijn. We moeten echt nu gaan veranderen. Dacht het niet. Jawel, als ik kom dan veranderen ze het wel. Zullen we niet gewoon met z'n allen naar België gaan of zo? Ja, we kunnen met z'n allen naar België gaan. Ik ga wel met je mee, hoor. Ja, ga je mee? Gezellig. Nou, top. Ja, doen we. En ik denk dat emigreren de enige oplossing is. Waarheen? Waar gaan we naartoe? Waar gaan we heen? Naar België, want de taaltje is zo mooi. Wij willen eigenlijk met z'n allen naar België. En wat gaan jullie daar doen? Ja, wij dachten, we gaan van ons luie reet gaan we naar België om daar maar €500 te betalen om te gaan studeren. Ja, want daar is het goedkoper, heb ik ook begrepen. Ja, dat klopt. Ja. En dan blijft er meer geld over om? Te chillen. Chillen en? Te shoppen. En wie wil dat nou niet? Ja. Die kunnen we de schuld geven. Als ik het goed heb begrepen, de generatie voor ons, wat is het, de ex-babyboomers of de babyboomers, die al het geld hebben opgemaakt en lekker zelf 10 jaar lang hebben gestudeerd. En die nu zeggen van nou, wij zijn wel klaar, dus het is nu aan jullie. Ja, pap, mam, hoor je dat? Hoor je het ook eens van de ander? Precies, bedankt. Veel plezier met jullie pensioen. Ja, precies. Ik hoop... dat jullie een dikke erfenis achterlaten voor mij. Toch? Nou ja, dat zou niet erg. Daar moeten we dan van hebben. Ja, of gewoon harder werken. Ja. Die knippen we eruit.